Dit is het andere verhaal over Beethoven. Beethoven, een van de grootste componisten ooit. Zijn invloed op de muziek is van alle tijden. Maar hij was ook opvliegend, impulsief, drankzuchtig. En dan is er dat raadsel rond zijn geboorte. De historische feiten over zijn geboortejaar worden betwijfeld door Beethoven zelf. Het schijnt der Taufschein niet richtig. Dan nog een Ludwig voor mij. Een Baumgarten was mijn pater. Als je historische boeken in de 19e eeuw naleest, daar staat Beethoven als een Nederlander en als een Zutphenees vermeld. Beethoven heeft altijd volgehouden dat hij niet in 1770, maar in 1772 geboren is. 2020 is wereldwijd bestempeld als het Beethovenjaar. Ludwig van Beethoven, een van de grootste componisten ooit, werd in 1770 in Bonn geboren. Denken we, want volgens een groep onderzoekers in Zutphen is dat niet zo. Op zoek naar de geschiedenis van Beethoven stuiten we op een stem uit het verleden. Een stem van Beethoven zelf. Die stem werpt een ander licht op het leven van Beethoven. Over de plek waar hij geboren zou zijn. En over zijn geboortejaar. Er zijn hardnekkige geruchten over de afkomst van Beethoven. En we maken kennis met de grootste Beethovenkenner en dirigent, Jan Kaaiers. Wel, de eerste herinneringen aan Beethoven zijn momenten in mijn absolute kinderjaren, toen ik heel klein was, toen bij ons thuis er een buste van Beethoven op de piano stond. Dus ik heb mijn eerste pianostukjes geoefend, terwijl Beethoven streng toekeek of ik wel ijverig genoeg was bij het studeren van de muziek, nota bene, het allereerste stukje dat ik heb gespeeld, was een sonatine van Beethoven. Hier zou Beethoven geboren zijn, in Zutphen, volgens een groep Nederlandse onderzoekers. In het oude centrum van Zutphen, in het prachtige Patriciushuis De Wildeman, hebben Jurren Buisman en Dunja Verwij zelfs een museum gewijd. Aan de muziek in het algemeen en aan Beethoven in het bijzonder. Hier staan tientallen pianos uit de 18e eeuw. We zijn het museum met de grootste collectie historische pianos in Nederland. In ieder geval voor de 18e en de 19e eeuw. Waarom is dat belangrijk? Omdat wij met dit museum beginnende muzici, of ons gevorderde muzici, wetenschappers, muziekwetenschappers, de mogelijkheid bieden om dus terug te gaan naar die 18e, 19e eeuw en ook echt te spelen op instrumenten uit die tijd. En voor onze instrumenten geldt, het is eigenlijk net zo'n beetje die overgang tussen die hele oude instrumenten waar je toch wel heel voorzichtig mee moet zijn en je inderdaad kunt afvragen, mag je daar nog wel aankomen? Maar er zijn er nog net voldoende van dat je kunt zeggen van, goh, ze zijn al die jaren bespeeld geweest, laten we ze maar blijven bespelen. Het is ook beter voor het instrument zelf als het bespeeld wordt. We zijn hier in het restauratieatelier. Deze eraar is van 1793. En wij zijn bezig met deze restauratie, dat weer helemaal goed bespeelbaar wordt gemaakt. Een beetje de ziel van het instrument is die zangbodem en eigenlijk dit gedeelte. Kijk, hier zie je. Moet gestemd. Hier zie je dat met dit wipje, zullen we maar zeggen, dit hamertje omhoog gegooid wordt. Wat je nog niet ziet, want dat is nog niet aangebracht, is dat er daarmee ook een dempertje omhoog gaat die vervolgens weer terugvalt, zodat je niet
ping, hoort, maar dat het de toon stopt. Dunja Verweij en Jurrem Buysman zijn wild enthousiast over hun pianocollectie, goed deels gewijd aan instrumenten uit de periode die zo door Beethoven bepaald werd. Hij heeft niet alleen maar muzikaal, maar ook pianotechnisch een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van deze muziek en de techniek. Hij wilde meer en dus gingen de bouwers ook meer aspecten, meer special effects in zo'n instrument inbouwen. Dit instrument, voor toen hij ongeveer geboren is, daar een instrument waar hij midden in het leven stond. En een eindje verderop zie je een instrument waar eigenlijk het laatste gedeelte van zijn leven, maar het is tevens een instrument. Ja, daar zie je al de invloed van Beethoven op die instrumenten. Op zolder staan nog tientallen antieke piano's in onderdelen te wachten om gerestaureerd te worden. De conservator van het museum, Roland Spek, kent talloze details uit het leven van Beethoven. Er is een meneer geweest, een hele welvarende meneer in Wenen, ten tijde van het leven van Beethoven. En die had als hobby het verzamelen van borstbeelden van bekende componisten. En Beethoven moest daar ook bij. Toen heeft hij aan een kunstenaar gevraagd, meneer Klein, wil jij dat borstbeeld voor mij maken? Meneer Klein zei, ja, dat is goed, maar dan wil ik het wel op basis doen van een levensecht gipsen afdruk van Beethoven. Dus Beethoven moest gaan zitten en kreeg gips over zijn gezicht heen. Hij kreeg een rietje om adem te halen en hij moest zitten wachten. En hij wachtte en hij wachtte en hij kreeg op een gegeven moment het idee dat hij stikte. Dus hij werd heel boos, was een grumpy old man, hij werd heel gauw boos. Hij gooide dat gips van zijn gezicht af op de grond in 7 stukken. En die kunstenaar heeft later die 7 stukken weer aan elkaar gelijmd, want ze waren bijna droog. En op basis daarvan, op die 7 stukken, die hebben ze aan elkaar gelijmd, wordt dat gipsenbeeld nog steeds, die gipsenafdruk nog steeds verkocht. En gek is dat de mensen altijd denken dat het een dodenmasker is, maar dat is het niet. Want hij was 42 jaar oud, hij was in de kracht van zijn leven. En je kan ook de kracht van zijn gezicht zien. Het dodenmasker hangt daarnaast. Daar ziet hij echt, daar ziet er echt een tamelijk beroerd uit. Maar de Beethovenkenner, misschien wel de meest onderlegde Beethovenkenner ter wereld, is de Belgische muzikoloog Jan Kaaiers. Eind vorig jaar, op 8 december, luidde Kaaiers het Beethovenjaar in Antwerpen met een 5 uur durende Beethoven-marathon. Een monsterprestatie. In de middag is het de laatste repetitie. Kaaiers leidt een groep topmuzici, allemaal bezeten van Beethoven, vanwege diens betekenis voor de muziek. Enough. Beethoven is niet zijn leven lang die norse, paranoïde, ziekelijke man geweest die we kennen van de lustus. De jonge Beethoven was een hele aangename, lustige, humorvolle man. Wat je overigens ook in zijn muziek kan horen. Zijn muziek is niet altijd papapapam. Er is in de muziek, er is bij Beethoven heel veel muziek die Italiaans zonnig is. De aanwijzingen dat Beethoven 2 jaar later geboren zou zijn, zijn eeuwenoud. Net als de gedachte dat hij in Zutphen geboren is. De Zutphense stadsarcheoloog Michel Groothedde en Beethovenkenner Sietse Weerda hebben zich erin vastgebeten. Ergens kort na het overlijden van Beethoven moet er in zijn kringen kennis zijn geweest dat Beethoven zelf twijfelde aan zijn geboorteplaats en zijn geboorteakte. En er wordt in 1836 al voor het eerst in een geschrift melding gemaakt waarin expliciet vermeld wordt dat niet Bonn, maar dat Zutphen zijn geboorteplaats zou zijn. En dat hij niet de Ludwig is voor wie men hem hield, maar dat hij een derde Ludwig was die in een vreemde stad tijdens een tournee, waar zijn ouders dus zongen en optraden,
in de Nederlanden geboren zou zijn. Dus als je de boeken naleest, hè, de muziek, historische boeken in de 19e eeuw, daar staat Beethoven als een Nederlander en als een Zutphenees vermeld. Als je in het rij van kinderen ziet van de familie van Beethoven, van Johan en Maria, dan zit daar een gat tussen 1770, dus de vermeende componist, en 1774. En daar past dus nog een kind tussen, want de andere kinderen zijn met een regelmaat van om de 2 jaar geboren. Half 19e eeuw schrijft een zekere Van Marsdijk een brief aan de burgemeester van Bonn. Eigenlijk is het meer een boek. Bewijzen van de Nederlandse origine van Louis van Beethoven. Louis van Beethoven, zeggen mijn landgenoten, werd geboren in de maand augustus van het jaar 1772 in Zutphen, in de provincie Gelderland dus. Zowel zijn grootvader als zijn vader waren in dienst bij de keurvorst van Keulen. In de zomer, en dat weten we van een jeugdvriend van Beethoven, trokken beide mee met groepen muzici van jaarmarkt naar jaarmarkt. Om op deze manier nog een extraatje bij te verdienen. De gedachte is dus dat de ouders en wellicht de grootouders van Beethoven hier naartoe zijn gekomen met zo'n groep muzici. Er zijn ook enige aanwijzingen voor. En dat dus dat de reden is dat de kleine Ludwig hier zo ter wereld is gekomen. Volgens de brief staat vast dat hij van Nederlandse origine was, maar dat de zon van Duitsland hem opwarmde en de kiemen van zijn genie ontwikkelde. Daar komt nog het volgende bij. Een Baumgarten war mijn pater. Beethoven zou in een tuin geboren zijn. Er was in die tijd in Zutphen de zogenoemde Franse tuin. De moeder van Beethoven zou, hoogzwanger, in meerdere herbergen geweigerd zijn en uiteindelijk in die tuin zijn bevallen, zo luidt de gedachte. In het pand van het museum is ook een zogenoemde schuilkapel te vinden, daterend uit de 17e eeuw. Katholicisme was verboden in die tijd. Mensen gingen stiekem naar de Eucharistie in zogenoemde schuilkerken. 100 jaar later in de 18e eeuw was dat minder problematisch, maar Zutphen was nog steeds een protestante stad. En een katholiek kind dopen, dat was een probleem. Dat voedt de theorie dat een oud doopbewijs is gebruikt van een eerder overleden baby. En het is dus heel wel mogelijk dat bij terugkeer men gedacht zou hebben, ach, we geven de jonge Ludwig die geboortebewijs van zijn eerder anderhalf jaar daarvoor gestorven naamgenoot Ludwig, die in 1770 is geboren. 1770 of 1772, Duitsland of Nederland, het maakt niet uit voor de betekenis van Beethoven. Beethoven is verschenen tijdens een kantelmoment van de westerse geschiedenis, namelijk de overgang van het ancien regime naar de moderne samenleving. Maar vooral ook het tijdperk waarin de mens een ongelooflijk zelfvertrouwen heeft gekregen. Dat het niet God was die het leven bestemde, maar dat de mens zelf het leven kon in handen nemen. Precies omdat Beethoven een soort uitdrukking heeft gegeven aan die nieuwe tijdsgeest, heeft hij een belang gekregen dat het muzikale overstijgt. En daarin verschilt hij van Bach en Mozart, wiens absolute betekenis, beperkt is tot het later muzikale. Maar plotseling is er slecht nieuws uit Zutphen. Heel slecht nieuws. De collectie van het museum moet het pand uit. Alle piano's en andere museumstukken worden verhuisd naar een geïmproviseerde opslag. Zoals te zien is, zitten we midden in een verhuizing. En gaan het overgrote gedeelte van de instrumenten gaat in depot. Zullen we hier dus het gebouw verlaten op erg korte termijn.
Helaas. Nou, een afgebroken museum. Zo kan je, je moet die historische instrumenten met zorg behandelen. Je moet ze, nou ja, goed inpakken en alles. Maar het moest allemaal met zo'n enorm veel snelheid. Ja. Wat is er gebeurd? Het museum en de gemeente Zutphen zaten niet op één lijn over de toekomst van het museum. Buisman en Verwij konden het pand kopen. Maar toen ze het lieten taxeren, ontdekten ze iets wat fataal is voor piano's. Vocht uit de muren. Er kwam een vochtexpert. Die onderzocht het pand en de eigenaren hoopten dat het meeviel. Maar hij kwam met een heel ander beeld van het vochtprobleem, dat echt dramatisch is. En waarbij ook geen echte oplossing voor is. Mm. Tenzij je wellicht het hele gebouw stript en er binnen de muren een nieuw gebouw neerzet. En ja, dat is de reden geweest dat wij gezamenlijk besloten hebben om er een streep onder te zetten hier. Dat is allemaal vocht. Wat er gebeurt is dat deze muur van vrij grote, grove baksteen is gebouwd. Die baksteen is poreus en die is blijkbaar volledig volgezogen of verzadigd van vocht. En daarboven, ze is ook op een groot aantal plekken is de muur evenzeer vochtig. Wat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de balkkoppen ook aangetast zijn. Helemaal leeg. Al een half jaar geleden is ons gezegd eigenlijk vertrekken en hebben we eigenlijk al onze concerten en onze projecten moeten cancelen. En dat is echt doodjammer. We waren met scholen bezig om bijvoorbeeld scholen hier rondleiding te geven en dat ze een begrip zouden krijgen van dat de piano niet geboren is als zo'n zwarte Steinway die in een concertgebouw zit. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. En dat is nou aan alle kanten een groot verlies. Dit groen is eigenlijk van de laatste maanden. Gewoon uit de muur, uit zichzelf. Wij vertelden hoe hier de gedachte dat Beethoven hier is geboren. Dat is een ongelofelijk verhaal dat de hele wereld wil horen. En een deel van de hele wereld wil dat ook nog zien en komt dan naar Zutphen. We hadden hele goede contacten al met Chinese toeristenorganisaties. En we waren het aan het opbouwen met Duitsland. Nou ja, die staan nu voor een dichte deur. Ja, wij zijn hier heel erg teleurgesteld. Ja. Heel erg teleurgesteld. Antwerpen Muziekcentrum De Singel, 8 december vorig jaar. Jan Kaaiers doet de aftrap van de Beethoven-marathon met zijn orkest.
Ja, oké. Okay. I got it. Goedemiddag, dames en heren. In 2020 zal het 250 jaar geleden zijn dat Beethoven werd geboren en we zullen het geweten hebben. Geen enkele persoonlijkheid uit de westerse cultuurgeschiedenis zal zo op een sokkel worden geplaatst als Beethoven. Maar is het dit jaar wel 250 jaar geleden dat Beethoven geboren werd? Wat blijkt, er zijn sterke twijfels bij dat geboortejaar, bij Beethoven zelf. We vinden dit document online, een doopakte van Beethoven, waarvan Beethoven zelf zegt dat die niet van hem is. Es scheint der Taufschein nicht richtig, dann noch ein Ludwig vor mir. Ludwig van Beethoven, 1772. Nee, er is een spiegel voor mij. Ah, er is een verhaal. Ja. Dat hij voor zijn voorgenomen huwelijk moest hij een doopbewijs hebben. Mm-hmm. En toen heeft hij dat opgevraagd, gekregen, maar erbij geschreven, niet richtig. En dat is dus dit. Kijk. Zijn eigen typische vrijwel onleesbare handschrift. Ik kan het niet lezen, maar ik vermoed zo ongeveer dat ik wel weet wat erop staat. Dat het ook ondersteboven in zo'n document staat, vind ik natuurlijk geniaal. Bijna niet leesbaar. Dus hij krijgt een doopakte, maar hij zegt, die is niet van mij. Ik ben in 1772 geboren. Ja, dit is wel bijzonder. Dat heeft boven water gehaald. Ja. Geniaal. Maar is dit document authentiek? En is dit Beethovens handschrift? Jan Kaaiers gaat ervan uit dat Beethoven gewoon in Bonn geboren is en dat zijn geboortejaar gewoon 1770 is. En dat het dus dit jaar inderdaad 250 jaar geleden is dat Beethoven geboren werd. Op naar Bonn, naar het Beethovenhuis. Daar ligt het originele document. De historicus van het Beethovenhuis haalt het voor ons uit het archief. Also, het was het moment. Ik nooit hier. Das ist eine Schreiberkopie. Es ist genau ein Auszug aus dem Taufregister. Zuerst die Eltern, Johannes van Beethoven, Helena Keverichs. Dann gibt es Ludovicus van Beethoven, das ist der Täufling. Und dann gibt es Stempel von der Gemeinde und die sind natürlich französisch, weil Bonn zu dieser Zeit Frankreich ist. Und hier auf der Rückseite, hier ist Beethovens Handschrift an dieser Stelle auf dem Kopf, wo er nicht ganz sicher ist. Es scheint der Taufschein nicht richtig, da noch ein Ludwig war. Er sagt auch, ich glaube, ein Baumgarten war mein Pate. Genau, eine Baumgarten war, glaube ich, mein Pate. Können Sie bestätigen, dass Handschrift ist das Handschrift Beethovens? Ja, ja. Okay. Das ist ohne Zweifel. Und was sagt er? Er zweifelt die Richtigkeit des Taufscheins an, weil er weiß, dass es einen älteren Bruder gleichen Namens gegeben hat. Und er glaubt, dass das Ja falsch ist. Mhm. Aber er irrt sich. Das Ja ist richtig. Wie können Sie so sicher sein? Wir haben das Kirchenbuch, in dem die Taufe festgehalten ist. Mhm. Und deswegen wissen wir ganz sicher, dass es 1770 ist. Mhm. Und es könnte nicht sein, dass er einen Bruder hat, der verstorben ist? Doch, er hatte einen Bruder, der verstorben ist, aber das war ein Jahr vorher. Ja. Und wir wissen auch genau, wann der getauft wurde und wann der gestorben ist.
Also Beethoven hat sich geirrt. Beethoven hat sich definitiv geirrt. Ook voor de geboorteplaats, die Boomgaard, heeft Runge een verklaring. Maar dat is genau das, was man vorne sehen kann. Denn die Taufpatin heißt Baum mit Nachnamen. Und das steht auch hier. Gertrud Müller genannt Baum. Müller ist der Mädchenname und Baum ist der Ehename. Okay. Deswegen ist seine Erinnerung ist halb richtig, aber nicht ganz. Er meint Baumgarten, aber der Name ist Baum, ohne Garten. Und Beethovens Paten sind sein Großvater und die Nachbarin Gertrud Müller, verheiratete Baum. Ja. Das sind seine Taufpaten. Und er wusste irgendwas mit Baum, aber er glaubt Baumgarten und das ist nicht richtig. Dus het woord Boomgaard slaat op de peetmoeder, niet op de geboorteplaats. Niettemin is het verhaal van dat andere jaartal hardnekkig, want in 1778 geeft het kind Ludwig zijn eerste pianoconcert. Volgens de doopakte moet hij dan 8 zijn, maar zijn vader kondigt hem aan als zijn 6-jarige zoon Ludwig. In 1783 is er een aankondiging van een concert van Beethoven. Volgens de doopakte is hij dan 13. In de aankondiging wordt gesproken over de 11-jarige Ludwig van Beethoven. Früher wurde gerne behauptet, der Vater wollte ihn jünger machen, um ein Wunderkind aus ihm zu machen wie Mozart. Ich halte das für Quatsch. Wahrscheinlich hat er geglaubt, dass er 6 Jahre alt ist. Ja. Also ich glaube nicht, dass er das extra gemacht hat, um ihn jünger zu machen, weil er hätte auch ein 7-jähriges Kind verkaufen können. Hoe dan ook, hij groeide uit tot een van de belangrijkste componisten ooit. Beethoven leed al jaren aan vele kwalen. Ten eerste was er zijn doofheid. Maar in de winter van 1826 nam zijn gezondheid snel verder af. In december 1826, op de terugweg van een bezoek aan zijn broer Johan, overnacht hij in een ijskoude herberg en loopt een longontsteking op. Daarna kan hij niet meer werken vanwege waterzucht en geelzucht. In de late middag van 26 maart 1827 zit zijn vriend, de Oostenrijkse componist Anselm Hüttenbrenner, aan Beethovens sterfbed. Van een priester ontvangt Beethoven het sacrament van de zieke. Daarna zegt hij: Applaus, vrienden. Die komödie is vorüber. Die middag steekt er een storm op volgens Hüttenbrenner. En tegen 5 uur is er, zo zegt hij, een lichtflits gevolgd door een enorme donderslag. Na dit onverwachte natuurfenomeen, dat mij hevig deed schrikken, opende Beethoven zijn ogen, hief zijn rechterhand op en keek enkele seconden op, met de vuist gebald en een zeer ernstige, dreigende uitdrukking op zijn gezicht. Toen hij zijn hand op het bed liet terugvallen, sloot hij half de ogen. Geen ademtocht meer, geen hartslag. En daarmee komt een einde aan het leven van een van de grootste componisten ooit. De 9e symfonie is zijn grootste meesterwerk, want tijdens het componeren van dit stuk was Beethoven al grotendeels doof. En dat maakt het nog briljanter wat Caius betreft. Daar gaan we. Hier zijn we. Het probleem. Een verhaal, een vraagstelling. Gezegd, je wordt gevraagd, wat is er hier? Wat is dat probleem? Opnieuw. Een beetje meer nu. Hè? Vraagstelling. Mensen, waar staan we voor? Beethoven is een heel complexe persoonlijkheid die op vele domeinen van het leven die complexiteit heeft opgezocht. Zowel op het gebied van het componeren als dusdanig, maar ook op alle gebieden die er rondhangen. Beethoven is interessant voor de geschiedenis van de muziek, niet alleen omwille van het soort muziek dat hij geschreven heeft, maar ook omwille van de hele constellatie die hij voor het stuk zelf heeft gecreëerd. En dat gaat dan van heel praktische dingen, de manier waarop hij geleefd heeft, de manier waarop hij zijn muziek verspreid heeft, verkocht heeft ook, de manier ook waarop hij overleefd heeft als componist, maar ook op een hoger niveau, een niveau dat je bijna ideologisch en zelfs spiritueel kan noemen. Vandaar dat je eigenlijk kan zeggen dat Beethoven veel meer is dan zijn muziek. Beethoven is eigenlijk een globaal idee.
Maar nog altijd introvert. Nog niet met het grote gebaar. Zo. Eerder een suggestie van wat het zou kunnen zijn. Mijmerend, reflecterend, nog niet handelend. In een fantastische opbouw voert Beethoven ons door het stuk, eindigend in de apotheose. En nu voelt, maar je voelt, oh, Lubger, ineens krijgen we propaganda. Dat kan toch niet anders meer dan... Dat is toch geweldig. Prachtig.